persvoorstelling van de cast van Charlie and the Chocolate Factory. Ik heb al heel wat toffe mensen kunnen ontmoeten vandaag, dus dat is keileuk, de sfeer zit goed. Normaal zijn de kinderen net daar gaan liggen eigenlijk. Nou ja, natuurlijk een supermooi verhaal, gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Charlie is eigenlijk heel tevreden met alles wat hij krijgt, ook al is het het laagste wat je kunt bedenken. Wat iemands afval is, dat is voor hem een nieuwe tool om iets te creëren qua fantasie. Ik denk dat in deze voorstelling eigenlijk alles kan. Ja, dat is waar. Omdat Stanley Chris de regisseur is. Ik heb een paar van zijn producties gezien. En wat hij doet met musical vind ik echt heel tof. Dat is zo humoristisch en creatief. En relax. De hele cast is voor mij een verrassing eigenlijk. De grootste verrassingen zijn onze vriend uit Dertigers, Yemi Oduwale. Die gaat Mr. Beauregard spelen. Vervolgens hebben we zijn dochter, die ook uit TV-land komt. En dat is Sally Haidara, die we allemaal kennen van Like Me. En de grootste verrassing is toch wel iemand die uit de operawereld komt. En dat is Astrid Stockman. Dat is iets dat toch nog een andere energie heeft dan muziektheater of opera. Dus het gaat mij ook wel een beetje uitdagen, denk ik, om mezelf op een andere manier te leren kennen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ook. Het wordt echt veelbelovend. Het is een heel getalenteerde cast. Yes. Er zijn heel verrassende mensen bij en dan denk ik al, ik mag daarmee samenwerken. Spannend. Die kunnen geweldig zingen, ze kunnen ook geweldig bewegen. Dus dat is gevonden is frissen voor deze musical in ieder geval. Je begint als een kind, reizend door mijn fantasielocatie. Ik heb de film met Gene Wilder misschien wel 100 keer gezien. Het is fantastisch om die wereld nu zelf te mogen vormgeven. Dat je bijna het gevoel krijgt van, die chocola die daar naar beneden druipt, die is echt. Het is de eerste keer dat Nordin het gezongen heeft. Ja, voor ja. Het publiek. Het gaat gewoon heel goed zijn. Met een dikke chocoladesaus erop. Ja. Chocolade. Kan niet anders dan goed zijn. Zeer goed. Ja. Zeer lekker. Ik denk dat iedereen daarvan kan genieten. Vanaf 10 december in Hasselt, Antwerpen en Gent. Komen kijken!